gaan eens kijken of ze nog een keertje hierheen wil komen. Goed zo. Nou, hebben we het daarnet gehad over de bijzondere eigenschappen van de uilen. Gaan we het toch nog even hebben over de smerige eigenschappen van de gieren. Want dat zijn er nogal wat. Ik vertelde daarnet dat Merlijn een beetje eigenaardig is. En dat is zo ook. Want als Merlijn haar tong uitsteekt, dan zou u zien dat Merlijn allemaal haakjes aan haar tong heeft zitten. Met die haakjes is deze vogel in staat om het vlees extra snel naar binnen te slurpen. En dat is nodig, want voor gieren zijn er soms wel eens enkele dagen tot een hele week dat zij geen voedsel kunnen vinden. Nou, op het moment dat die gieren dan kunnen eten, dan eten zij zo verschrikkelijk veel dat zij niet meer in staat zijn om te vliegen. Nou, als je dan niet meer kunt vliegen en er dreigt gevaar, er komt een grote leeuw aan lopen of een grote arend aan vliegen, dan heb je een heel erg groot probleem. Die gieren moeten dus maken dat ze wegkomen. En daar hebben ze iets op gevonden. En dan hoop ik dat jullie lunch inmiddels naar jullie maag is gezakt, want dat is echt heel erg smerig. Op het moment dat er gevaar dreigt, dan gaan die gieren namelijk braken. Zij gaan kotsen. Ze gooien al hun eten eruit. En het was er niet één, het waren er 700. Dus het wordt daar een hele smerige bende. Nou, het wordt nog een beetje viezer op het moment dat het gevaar geweken is. Jullie voelen het misschien al. Want dan komen namelijk al die gieren weer terug om hun eigen braaksel. En niet alleen dat van hunzelf, want het verschil zie je toch niet meer. Om dat gewoon weer op te eten. Dus gieren zijn een beetje vies. En op het moment dat ons Merlijntje het echt heel erg warm heeft, dan gaat zij niet net als wij mensen lekker een duik nemen in het frisse water. Nee, Merlijn die gaat gewoon ongegeneerd over haar eigen voetjes zitten poepen. Dus dan hebben we het wel gehad. Wat zeg je? Ja, je bent een klein viezerikje, hè? Ja. Nou, je hebt het hartstikke goed gedaan. Geef Merlijn een heel hard applaus. Nou, dan gaan wij naar de volgende vogel. En misschien heeft u daar nog nooit van gehoord. En misschien wel. De volgende vogel is namelijk een Falkland-karakara. Een karakara heeft een hele bijzondere manier van voedsel zoeken. Hij kijkt namelijk onder steentjes en blaadjes of daar nog iets lekkers te halen valt. Dan hebben wij die steentjes en die blaadjes vervangen door plastic limonadebekers. En als het goed is, zal onze John die dadelijk met zijn rechtse pootje omkomen draaien. Nou, Jobbe die gaat even een zender aan de vogel hangen. De meeste vogels zitten al klaar met hun zender. Maar John die eet zijn zender op. In een zender zit een batterij. En een batterij in je buik is geen goed idee. Dan gaan we kijken of de vogel er klaar voor is. Ik ga de eerste beker wegzetten. Nou, let goed op dat hele leuke loopje van die karakara. Hij draait ze allemaal om met zijn rechtse pootje. En hij speelt een beetje vals. Kijk. Wacht eens, John. Nee. Kijk, goed zo. Nou, geef hem een heel hard applaus, onze karakara. Nou, ja, John die speelt vals, maar dat komt omdat Jobbe hem heeft opgeleid. Je kan bij Jobbe ook nooit winnen met een potje kaarten. Die heeft altijd nog ergens een extra aas in zijn broekzak zitten. Nou, ik ga de bekers weer opruimen. En nou zijn wij op zoek naar iemand die denkt dat hij sneller is dan onze karakara. Wie is er sneller dan de karakara? Even kijken. Ben jij sneller? Kom maar eens deze kant op. Hoe heet je? Lars. Lars, je krijgt van mij 5 bekers en je krijgt van mij 5 stukjes vlees. Nou is het de bedoeling dadelijk dat je 1 vleesje op de grond legt en er dan snel een bekertje overheen zet. Je loopt gauw een meter verder, weer een vleesje op de grond, bekertje eroverheen, totdat alles op is. Na de eerste beker komt de karakara achter jou aan. 1 tip, niet achterom kijken, Johnny komt wel. Ja? Nou, zijn deze voor je andere hand? Oh, die valt er al in. Nou, laat die liggen. Dan kan je die zo wegzetten. En dan gaan wij eens kijken of jij sneller bent dan onze John. Als jij er klaar voor bent. Goed zo, gauw door naar de volgende. John, die is los. Een vleesje op de grond. 1 vleesje, 1 vleesje. Oh, pak je vleesjes. Oh! Hier, 1 vleesje nog. Ga nog één, gauw 1 vleesje. Ren een stukje verder. Rennen maar. Ja, goed zo. Zet maar weg, zet maar weg. Ja, dames en heren, heel hard applaus voor Lars. Hartstikke goed gedaan hoor. Hij is stiekem toch nog best wel snel, hè? Kijk, goed gedaan. Nou, dan brengen wij John terug naar zijn plaats. En dan gaan wij u voorstellen aan Jan. En wel verteld, Jan Vermeulen. Nou, hij heeft een beetje een eigenaardige naam. Jantje! Jan Vermeulen is...
is onze Siberische oehoe. Nou, Jan heeft een hele bijzondere naam en dat komt omdat wij een aantal jaar geleden helaas een hele goede vriend van ons zijn verloren op de dag dat Jan werd geboren. Dus vandaar dat Jan zijn naam heeft gekregen. We gaan kijken of we Jan een stukje kunnen laten vliegen. Jan is een van de grootste uilen ter wereld. Hij heeft een spanwijdte van 1,5 meter en een gewicht van 2 kilo. Dan zal die 2 kilo jullie een beetje tegenvallen. Maar uilen bestaan nou eenmaal alleen maar uit holle botten en heel veel veren. Nou, als jullie naar Jan kijken, dan is het eerste wat jullie opvalt die grote oranje ogen. Heel veel mensen denken dat uilen alleen maar 's nachts jagen, maar dat is niet waar. Uilen met oranje ogen, zoals Jan, zijn schemerjagers. Die jagen in de ochtend of in de avondschemer. Uilen met gele ogen, zoals Nelson daar straks, dat zijn de echte dagjagende uilen. Die jagen dus helemaal overdag. En dan hebben wij ook nog uilen met zwarte ogen. En dat zijn onze welbekende nachtjagende uilen. Nou, gaan we eens kijken of Jan nog een stukje voor jullie wil vliegen. Jan, doe maar. Nou, als we nou naar Jan kijken, dan zien we dat Jan 2 van die antennes op zijn hoofd heeft staan. Die antennes, dat is niet om de radio te ontvangen. En het zijn ook niet Jan's oren. Heel veel mensen denken dat dat de oren van de uil zijn. De oren van de uil zitten ter hoogte van de ogen aan de zijkant van het hoofd. Die pluim op zijn hoofd zijn Jan zijn wenkbrauwen. En met die wenkbrauwen kan hij jullie vertellen hoe hij zichzelf voelt. Op het moment dat ze zo halverwege staan, net als nu, dan is Jan relaxed. Dan vindt hij het allemaal wel prima. Zet Jan die pluimen recht overeind, dan staat er iemand in het publiek die hij helemaal niet zo leuk vindt. Kan ook wel eens gebeuren. Nou, op het moment dat Jan die pluimen plat op zijn hoofd legt, dan staan ze aerodynamisch. Jan, snel, dit is jouw moment, Jan. Ja, ik draai jezelf even. Met mobiele palen. Bij zijn derde standje plaatst Jan de pluimen plat op zijn hoofd. Dan staan ze aerodynamisch en dat is Jan zijn vliegstandje. Ja, Jan, hier hebben we 2 jaar op geoefend. Ik ben ook blond en ik snap het wel. Je moet die kant op. Ja, echt waar. Laat je vliegstandje even zien. Laat even aan die mensen zien wat je met die pluimen doet als je gaat vliegen. Goed idee? Nee, ik heb het in de gaten. Maar mensen zeggen altijd dat uilen heel erg wijs zijn. Nou, wij werken inmiddels zo'n 8 tot 10 jaar met uilen. We plakken er altijd een woordje voor. Uilen zijn namelijk heel erg eigenwijs. Heel eigenwijs. Jan Vermeulen. Daar. Hij wordt zenuwachtig. Nee, daar gaan we. Zijn vliegstandje. Jan Vermeulen. Ja, goed zo. Dieseltje. Ja hoor. Nou, als u het goed gezien heeft, dan lagen Jan zijn pluimen plat op zijn hoofd. En dan gaan wij Jan een heel hard applaus geven. Hij heeft het supergoed gedaan. Ah, heb ik een hele moeilijke vraag aan jullie. Hebben jullie allemaal een broertje of een zusje? Ja, en is jullie broertje of je zusje je allerbeste vriend of vriendin? Nee. Nou, Radja, de vogel die stukjes vlees uit de lucht ving, die heeft vandaag zijn broertje meegenomen. En dat is Dex. Dit is Dex, het jongere broertje van Radja. Dex is pas 4 jaar oud. En buizerds zijn vogels die heel erg handig zijn in de lucht. Onze uil die vloog namelijk helemaal geruisloos. Onze gier deed dat niet, want ja, azen rent toch niet meer weg. En onze Dex die gaat dadelijk heel laag over jullie heen en tussen jullie doorvliegen. Kijk, hartstikke goed. Nou, de buizerd is dus de specialist in de bossen. Ja, goed zo, Dexje. Goed zo. Nou, is dit een Amerikaanse woestijnbuizerd. En het bijzondere van deze vogel is dat het een sociale roofvogel is. Alle roofvogels doen aan kannibalisme. Die vangen en verdelgen hun eigen soortgenoten, met uitzondering van de woestijnbuizerd. Deze vogel slaapt in groepen, jaagt in groepen, eet in groepen. En alles wat u nog meer kunt verzinnen, wat je in een groep kan doen, dat doen ze ook. Nou, wij hebben natuurlijk weer 2 uitzonderingen op de regel. Onze 2 mannen kunnen niet zo heel erg goed samen. Dus vandaar dat we ze er even om de beurt bij moeten halen. Nou, na het zien van de Harry Potter films is het een enorme rage geworden om zelf roofvogels en uilen te gaan houden.
Dat is iets waar wij eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn. Want roofvogels zijn natuurlijk geen huisdieren. We snappen er ook eigenlijk helemaal niks van, want na het zien van de Free Willy films had ook niet iedereen besloten van ach jongens, kom, ik zal ze nog keihard in mijn vijver leggen. Dus waarom dan wel zo'n roofvogel? Een roofvogel hoort niet thuis in een papegaaienkooi in uw huiskamer. Ze hebben een speciale verzorging nodig die niet iedereen ze kan geven. Dus als je graag roofvogels wilt gaan bekijken, dan kun je het beste naar een gespecialiseerd bedrijf gaan, net als ons. Ja, knap hoor. Of gewoon de natuur eens ingaan, want ik denk dat er hier in de omgeving ook meer dan genoeg te zien is. Goed zo. Nou, iedere keer als de vogel op de handschoen komt, krijgt hij een lekker stukje vlees als beloning. Dat stukje vlees is een extraatje. Vliegt hij 50 keer op en neer, heeft hij 50 stukjes vlees. Vliegt hij 20 keer op en neer, heeft hij 20 stukjes vlees. Als wij vanavond thuis komen, dan staat er voor iedere vogel een bakje te wachten met zijn of haar naam erop. En het vlees wat daarin zit, is voor die vogel. We vliegen ze nu op kip, omdat vogels vocht nodig hebben terwijl dat ze vliegen. En roofvogels drinken vrij weinig. Dus vandaar dat we daar kip voor voeren. Als wij gaan lijnen, dan gaan we massaal met z'n allen kip eten. Daar vallen we goed vanaf. En vanavond ligt er voor Dex een lekker stukje duif of een lekker stukje rat op hem te wachten. Kijk, goed zo. Nou vindt Dex het superleuk om naar Sjobbe en mij te vliegen. Maar Dex vindt het nog leuker als er eens een aantal kinderen naar voren willen komen. Dus je mag je hand opsteken en dan ga ik een aantal kinderen naar voren halen. Deze jonge dame hier met de roze jas. Even kijken hoor. Deze jonge dame met een grijze vestje. Die jongen hier met zijn blauwe vest. Die jongen daar met zijn grijze vest. Die jonge dame daar met een grijze vest. En die jonge man met zijn grijze vest. Ja, goed zo. We hebben een mooi clubje van 6. En dan mogen de jongens, die mogen naar Sjobbe toe. Dat is de stoere kant. De meisjes, die gaan met mij mee naar de veilige kant. Dat vinden de papa's en mama's altijd leuk. Oh, hier roept een broertje nee hoor. Nou, mag je een handschoen aantrekken? En dan mag jij een hele stevige vuist maken. Dan gaan we zo staan. En die handschoen die is wel degelijk nodig. Want onze Dex hier kan zijn poten 3 tot 4 keer zo sterk dichtknijpen dan een volwassen man die zijn hand sluit. Mag je de handschoen doorgeven aan de volgende jonge dame? Hartstikke goed. Nou, een idee te geven van het gewicht. Linkerhand. Dex die weegt zo'n 650 gram. Oh. Ja, vuist maken alsjeblieft. Goed zo. Daar is die al. Hartstikke goed. Hand omhoog houden. Er wordt daar de handschoen weer doorgewisseld. Ze staan klaar, de jongens. Kijk, goed zo. Nou, voor de mensen die denken, dit lijkt me nou zo ontzettend gaaf. Wij geven bij ons in Feyenaard ook roofvogel workshops. Dan bent u van harte welkom om zelf met onze vogels te komen vliegen. Onze uilen, onze buizerds, onze gieren en onze arenden. Dus mocht u dat leuk lijken, kunt u een kijkje nemen op onze website www.roofvogelsenuilen.nl. Hartstikke goed. En dan wil ik nu voor deze 6 vrijwilligers een daverend applaus. Hartstikke goed gedaan. Mogen jullie lekker naar je plaats gaan. En misschien voor de oplettende kijker, misschien dat John nog even om kan draaien. Ziet u een soort antenne bij Dex op zijn rug zitten en een grijs kokertje. Dit is Dex zijn zender. Op het moment dat de vogel ergens van schrikt en weg zou vliegen, kunnen wij met behulp van die zender onze vogel gaan zoeken. Nou, voor de mensen die denken dat daar een of ander spannend tom-tom-systeem aan vast zit, die ons vertelt dat wij over 600 meter in de rechterboom moeten kijken, helaas. Het is een ouderwetse 6 richtantenne die u tegenkomt op Animal Planet en National Geographic. En hoe dichter je met je ontvanger met 6 van die pinnen eraan bij je zender komt, hoe harder dat die gaat piepen. Nou, dat systeem werkt perfect. Als je weet hoe het werkt, dan is het een hartstikke goed systeem. Wij gaan Dex terugbrengen naar zijn plaats en wij gaan u voorstellen aan Doris. En Doris is onze zakervalk. Valken zijn vogels die normaal gesproken jagen op veerwild. Dat zijn bijvoorbeeld eenden en fazanten. Nou is een zakervalk zichzelf aan het specialiseren geweest op de jacht op haar wild. Bijvoorbeeld een konijn. Nou, ik heb ons konijn vandaag meegenomen. Dit is onze Flappy. Flappy is een nepkonijn. En zoals jullie zien heeft onze Flappy geen voetjes. Dus ik ben op zoek naar een paar voetjes die heel hard kunnen rennen. Dus even kijken. Die jonge dame daar met de blauwe jas aan. Kijk. Nee, jonge dame.
Mag jij hier heel eventjes gaan staan? Goed zo. Nou, eerst de jonge dames een stukje laten rennen. Ik ga even kijken hoe ver ik kan komen. Jij krijgt mijn konijn. En daar, bij die paal waar die jonge man staat, is jouw konijnenhol. Als jij daar eerder bent dan dat onze vogel jouw konijn heeft gevangen, heb jij gewonnen. Maar heeft de vogel het konijn eerder te pakken dan dat jij veilig in je konijnenhol zit, ben je als kerstdiner 2013. Ja? Oké. Okay. Ik tel tot drie en bij drie mag je gaan lopen. Daar gaan we. 1, 2, 3. Lopen maar. Oh, hartstikke goed gedaan. Gesneuveld voor de ingang. Nou, zo ziet u dat zo'n roofvogel in staat is om op een hele korte afstand een behoorlijke snelheid te behalen. We gaan eens kijken of de jongens ook zo hard kunnen rennen. Ga jij met mij een stukje rennen? Kom, kijk. Nou, mag jij hier komen staan? Krijg jij het konijntje? En dan tel ik tot drie en ren je dan met drie weer naar die paal? Nou, daar gaan we dan, hè. 1, 2, 3. Lopen maar. Lopen, 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 lopen. Ja, oma. En een applaus voor dit konijntje. Goed gedaan. Nou, wij mogen met Doris in Nederland niet jagen. Wij mogen alleen maar jagen met een havik en een slecht valk. Mits in het bezit van een valkeniersakte. Voor een valkeniersakte moet je 2 jaar studeren. Als je die studie hebt volbracht, kan je een valkeniersakte aanvragen. We wonen nu eenmaal in Nederland, dus wij moeten ook gewoon betalen voor een valkeniersakte. Nou, als je dan die akte hebt, het zijn er in totaal 200, wij zijn 2 van de gelukkigen, dan houdt dat in dat je officieel mag jagen met roofvogels. De havik en de slechtvalk, dit omdat dit de natuurlijke vijanden zijn van de prooidieren hier in Nederland. En dat mag dan ook alleen maar in het daartoe bestemde jachtseizoen. En dat loopt gelijk met die van onze geweerjagers. De volgende vogel die wij erbij gaan halen, die zou wel eens heel erg dichtbij kunnen komen. Die kan namelijk bij u op het hoofd of op uw schouder komen zitten. Wij willen u voorstellen aan Reus. En Reus is onze Amerikaanse torenvalk. De Amerikanen zeggen altijd dat bij hun alles groter is, maar het torenvalkje, dat gaan we toch echt van ze winnen, want de torenvalk bij ons in Nederland is 2 keer zo groot als het Amerikaanse torenvalkje, wat u hier ziet. Wel bijzonder is dat we bij dit vogeltje kunnen zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Het vogeltje heeft blauwe vleugels en een blauwe kop en dat betekent dat het een mannetje is. Bij de vrouwtjes zijn die vlakken volledig bruin. Nou, Reus die weegt zo'n 90 gram. En we gaan eens kijken of die bij je op het hoofd komt zitten. Voet stil blijven staan, hartstikke goed. Hij is klein, hè? Sjoe zegt hij is eigenlijk verfijnd, dus het kan zijn dat hij op je hoofd poept. Hartstikke goed, we gaan eens kijken of hij nog wat vlugjes wil maken. Nou, torenvalken die ziet u vaak langs de kant van de weg helemaal stil hangen in de lucht. Dan zijn ze aan het bidden. Op dat moment beweegt alleen het lichaam en is het hoofd volledig stil. Torenvalken hebben hele bijzondere ogen. Zij kunnen namelijk ultraviolet zien. Dat ultraviolet zit ook in de urine van een muis. En een muis die plast de hele dag. Nou, op het moment dat hij zo aan het bidden is, dan kan hij dus dat spoor van die muis volgen. En aan het eind van het spoor vindt hij dus dat muisje. Nou, Reus die schreeuwt heel erg veel. Dat komt omdat Reus nog maar een babytje is van 5, 6 maanden. Is nog een jong vogeltje wat nog vraagt om aandacht. Kijk, hij zit altijd graag bij meisjes. Reus is een mannetje, dus 2 dingen tegelijkertijd doen is moeilijk. Zolang hij aan het schreeuwen is, is het goed. Stopt hij met schreeuwen, dan moet hij poepen. Dus zolang hij aan de gang blijft, helemaal niks aan de hand. Kijk, gelukkig denkt die mevrouw, hij is weg. Nou, we gaan hem nog 1 keertje op en neer vliegen. Hij is eventjes stil, ja, hij is onder de indruk. Hop. Goed zo. Oh. Hij gaat er rond zitten, dat kan natuurlijk ook. Nou, deze valkjes kunnen in gevangenschap ongeveer een leeftijd behalen van 15 jaar. De leeftijd die zo'n vogel in gevangenschap behaalt is natuurlijk veel hoger dan in het wild. Deze vogel is iedere dag verzekerd van zijn portie voedsel. En op het moment dat hij niet lekker is... Leuk, hè? Ja.
Dan mag hij naar een dierenarts. Jongen, en bedankt hè. Nou ja, hij had natuurlijk een hoofd nodig om op te oefenen, dus we zijn bij ons begonnen. En vandaar dat hij onze hoofd nog heel erg fijn vindt om op te zitten. We gaan Reus erbij roepen. Roep. Maar hij zit daar wel prima. En dan vind ik wel dat Reus een reuzenhard applaus verdiend heeft. Hartstikke goed gedaan. De volgende vogel die wij er gaan proberen bij te halen, want het is ongelooflijk druk en ik weet niet of hij dat heel erg leuk vindt, is Kai. En Kai is onze Amerikaanse zeearend. Wel te verstaan, een jonge zeearend. U kent een zeearend als een vogel met een witte kop en een witte staart. Nou, die heeft Kai helaas nog niet. Een donker, een zwarte snavel en donkerbruine ogen. Vanaf zijn derde levensjaar gaat Kai veranderen. Dan kleurt die zwarte snavel om naar geel. Vervolgens worden de eerste witte veren in de kop en in de staart zichtbaar. En dan duurt het nog tot zijn achtste levensjaar voordat de vogel volledig wit is. Kai die blijft normaal gesproken zo'n 5 maanden bij zijn ouders. U moet zichzelf voorstellen dat zo'n jonge zeearend in 5 maanden tijd van deze grootte uitgroeit tot het formaat vogel wat u daar ziet zitten. Nou, in die 5 maanden wordt hem alles geleerd wat nodig is. En na die 5 maanden zijn die ouders er helemaal klaar mee. Die gaan geen 18 jaar wachten en die verjagen de jonge zeearend uit het gebied waar hij is geboren. Hij moet voor zichzelf gaan zorgen. Het gedrag wat hij dan vertoont noemen wij zwerven. En een zwervende zeearend die komt eigenlijk overal, gedurende 7 jaar. In die 7 jaar gaat die vogel op zoek, in Kai's geval, naar een geschikte partner, een geschikte vrouw. Daar heeft Kai ook echt 7 jaar voor nodig, hebben ze mij verteld. Nou, op het moment dat die dame gevonden is, gaan zij over tot het bouwen van een nest. En een nest van een zeearend noemen wij een horst. Een horst heeft een doorsnede van 3 meter. Daarin worden door het vrouwtje 2 eieren gelegd die door haar gedurende 45 dagen bebroed gaan worden. Na die 45 dagen komen de kuikens uit de eieren en daarmee is onze cirkel rond en kennen wij onze volgende generatie met zeearenden. Kijk. Wil jij een... Ja, ik heb niet veel meer. Oké. Nou, we gaan Kai nog 1 laatste vlucht naar Sjobbe laten maken. Geef hem een heel hard applaus, hij heeft hartstikke goed zijn best gedaan. En Kai was helaas de laatste vogel die wij voor jullie gingen vliegen. We willen jullie gaan bedanken voor het komen kijken en het komen luisteren naar onze demonstratie. Als u graag wat meer informatie wil over onze vogels, kunt u een kijkje nemen op onze website www.roofvogelsenuilen.nl. Voor de mensen die dat niet kunnen onthouden, ik heb een flyer bij, daar kom ik dadelijk even mee langsgelopen. Ik ga u allemaal heel erg bedanken voor uw aandacht. Nog een hele fijne dag te wensen hier op de Open Monumentendag. En wie weet, tot ziens! Ja, heel erg drassig. Ja. Zo'n schoen is een beetje. Ik heb een volgende keer. Ja. Ik heb een volgende keer. Ik heb een volgende keer. Ik heb een volgende keer. Ik heb een volgende keer.